Ik heb nu de leeftijd waarop ik ineens zie wie er achter in de 20, begin 30 vrijgezel blijven. Ik zie nu in één keer wie er overblijven. Dat zie ik nu. En ik heb voor het eerst dat ik denk, jezus, ik ben zo blij nu ik die mensen zie worstelen, de singles van nu. Ben ik zo blij dat ik al 15 jaar een relatie heb. Ben ik zo ongelooflijk blij mee. Niet met de relatie zelf natuurlijk, maar wel, wel met het feit dat ik me op jonge leeftijd heb leren en durven binden. Nu pas nu ik mensen achter in de 20, begin 30 zie vechten en wanhopig zie zijn. Nu snap ik, oh ja, je binden is natuurlijk ook een vaardigheid. Je binden aan een ander mens is een soort bindingsspier die aangekweekt moet worden, die getraind moet worden, bijgeschaafd moet worden, wil die ingezet worden. Als je hier bent nu vanavond en je bent 30 of ouder en je bent vrijgezel, als je nu nog single bent, word er één mee. Hou ervan, accepteer het, want neem van mij aan, het gaat voor jou nooit meer gebeuren. Nooit meer. Je kan het niet, je snapt er geen reet van. Het was al lang gebeurd, je gaat nog een paar keer denken, nu gaat het lukken, maar dat gaat ook op zijn gat. Ja? Ja, en niet in de laatste plaats, omdat vrijgezellen in deze tijd, jullie zijn ook echt wel een soort mens. Vrijgezellen boven de 30, jullie zijn een soort, niet een minder leuk soort mens. Sterker nog, jullie zijn vaak veel leuker dan de mensen die zich wel konden binden. Daarom konden jullie ook altijd heel snel weg weer. Hè? Daar hebben jullie dat onvermogen om je te binden ook ontwikkeld. Snap je? Ik moest me wel binden. Ik ben dikke, kleine, bruine Daniel. Snap je? Ik heb gewoon bij het eerste de beste niet schelen, zindelijke wijf, zonder aids. Ja, eieren voor mijn geld gekozen. En bleek dat hele AIDS-ding niet eens helemaal te kloppen. Nee, maar snap je, ik heb mijn marktwaarde altijd moeten accepteren. Ik voel ook als ik opkom een soort zucht van vrouwelijke teleurstelling door de zaal gaan. Het is allemaal oké. Het is een beetje lastig. Ik weet nooit als ik opkom of ik nou applaus hoor of dat het gewoon het geluid is van heel veel kutjes die heel snel achter elkaar dichtklappen. Nou, wat ik zit te denken, het is niet zozeer het onvermogen om zich te binden wat de singles van nu nekt. Het is meer dat alle mensen met dat onvermogen om zich te binden, die zitten nu met z'n allen in één pool met elkaar te daten. Dus alle mensen die specifiek iets niet kunnen, zitten nu bij elkaar om precies dat te doen. Jullie hebben er geen beeld bij, maar ik wel. Wat ik zie is nou, hi, ik kan dit niet. Ik ook niet. Samen doen? Ja. Iets wat je niet kan, moet je altijd oefenen met iemand die het wel kan, anders gebeurt er niks. Anders krijg je een soort praatgroep voor mensen met een hazellip. Iemand moet het gesprek overnemen, anders weet niemand wie wat wil zeggen, ligt er overal kwijl en dan wil je naar huis, toch? Dus die mensen die zitten met z'n allen in één pool en die vergiftigen elkaar de hele tijd met halfslachtige, onkwetsbare pogingen om toch nog iets van de liefde mee te krijgen. Dus die maken met elke one night stand, maken ze elkaars bindingsspier weer een beetje korter, weer een beetje korter, weer een beetje luier, weer een beetje tinder, weer een beetje onzekerder, weer een beetje banger. En op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk niks meer met die spier. Op een gegeven moment heeft die geen rek meer. Gewoon, is het gewoon te kort. Op een gegeven moment kunnen ze elkaar alleen nog maar in het holst van de nacht achter een kroeg in een steeg tegenhangen. En zo, hey, liefde, oh nee, dat is niet de ware. Dan ga ik hier kijken, oh nee, dat is ook niet de ware. Dat is ook niet de ware. En is ook niet, oh die had ik al gehad. Nou, dan ga ik hier zo, dat is ook niet de ware. En oh, de prins of witte paard, ja, de ware. Oh, daar ga ik 2 weken mijn best voor doen. Oh, hey, dankjewel dat je bestaat, prins of witte paard. Ja, mijn ouders hadden al beloofd dat je bestond. Ken je mijn ouders? Die hebben een heel objectief, realistisch beeld van wat de wereld mij te bieden heeft. Was het lekker? Oh, dat was alleen een paard. Moet liefde hebben, anders zijn ouders boos en geen kleinkinderen. Oké, ik zal een beetje nuanceren. Kijk, je hebt een hele grote groep singles. Daarvan is een heel klein gedeelte dat gewoon beter functioneert in zijn eentje. En je hebt ook een klein groepje, dat wil wel iemand, maar het lukt even niet. Het is allemaal oké, maar in het midden heb je een hele grote groep van mensen die doen alsof ze happy single zijn, maar die willen stiekem wel iemand. Die geloven het zelf ook wel, maar die herken je ook meteen aan de bullshit excuses om een relatie of te verneuken of om niet te nemen. Gewoon dingen die meteen niet kloppen. Gewoon, nou, het was wel relaxed of zo met die persoon, maar ik wil toch nu even geen relatie. Niet nu, want het is net uit. Dat je denkt, dat is het moment waarop het kan. Weet je wat niet kan? Als het nog aan is. Dat kan het niet.
dan gaat je vrouw zeggen, wie is dat dan? En kan ze een beetje opschuiven, snap je? Het is gewoon gelul. En ze, ja, het is lange relatie, is niks voor mij, is niks voor mij, weet je wel. Ik bedoel, het begint leuk, maar daarna wordt het altijd saai. Ik ben heel snel verveeld, dan wordt het altijd saai. Dan gaan ze doen alsof ze zelf een soort onuitputtelijke bron van fascinatie zijn. En dat ook in iemand anders nodig hebben, anders stikken ze van eenvoud. Ja, tuurlijk is het saai, het is een lange relatie, die heeft regelmaat nodig. Vanaf saai, dat is de relatie, vanaf saai. Daarvoor is neuken en kijken of je gaat peren, vanaf saai, dat is de relatie. Dat is de relatie. Ik heb al 15 jaar een saaie relatie. Wat denk je nou? Dat ik al 15 jaar als een verbaasde mongool in mijn eigen relatie rondloop en alles nieuw blijft. Dat ik denk, oh, ik heb nog steeds een relatie. Oh, oh wat leuk. Oh, spannend zeg. Oh, huh? Vrouwenkleren op de stoel. Nou, zeg. Hoe kan dat nou? Rutututut, rutututut, rutututut. Weet je wat mensen ook vaak zeggen? Ja, ik wil wel een relatie, maar ik kan maar één typetje. Is dat erg? Nee. Ik ga deze even zonder typetje doen. Of zo ik dit? Nee, jezus. Kan het gewoon niet. Weet je wat mensen vaak zeggen? Ik wil wel een relatie, maar niet nu. Want ik wil eerst nog genieten van mijn vrijheid. Dat klinkt dan zo tof en interessant. Van je vrijheid, echt waar. Wat ga jij nou doen met je vrijheid? Even, ga je met zelfgemaakte vleugels een berg afrennen? Terwijl je gedichten krijst van mensen die we niet meer kennen. Wat ga je doen? Je gaat helemaal niks doen. Je gaat achter je laptop aan je pikkie trekken. Dat is wat je gaat doen. Ja? Dat is wat je gaat doen. Ja, het klopt ook niet, omdat er gaat nooit een dag komen waarop je het helemaal gehad hebt met vrijheid. Je gaat nooit een dag komen dat je wil gaan zuipen met je vrienden en dat je single bent en dat je de deur achter je dichtgooit en dat je denkt, ja ik weet niet, ja, ik mis toch iets. Ik mis toch een soort zeurende, zeikende, energievretende, op de lange termijn waarschijnlijk kankerverwekkende stem die nu nog uit de dakkapel door de straat zou. Hoe laat kom je dan aan? Er komt nooit een dag dat je denkt, nou, doe me dat dan maar of zo. Maar ja, dit is natuurlijk waar vrijgezellen altijd aan lijden. Is dat ze natuurlijk op een gegeven moment een beetje bang worden om tekort te komen. Om te weten wie jij bent in dat geheel, moet je natuurlijk weten wat de verhouding is tussen jou en die andere persoon. En vrijgezellen, die gaan altijd zo op een, als ze een keer een relatie hebben, gaan ze zo op hun strepen staan uit een soort zelfbehoud. Weet je? Die hebben echt het gevoel, als ik een stap naar jou toe zet, zet ik dus ook een stap van mezelf af. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar denken echt, als ik ruimte maak en iemand komt daarin, dan ben ik die ruimte kwijt. Dit is ook de reden waarom domme stelletjes ook altijd heel vaak dingen 50-50 doen, anders snappen ze het natuurlijk niet meer. Mijn vrouw wil ook altijd om de beurt de afwas doen, nou dan snap je zo niet hoeveel kutter dat voor mij is dan voor jou. Neem van mij aan, als ik tegen mijn vrouw zeg, ik laat het pannetje hier even weken, bedoel ik echt de tijdsaanduiding. Weet je wat zo fijn is aan het tegenovergestelde geloof van waar je partner in gelooft? Dat maakt op een of andere gekke manier dat je daardoor helemaal kan gaan voor waar jij in gelooft, zonder dat je ooit terug hoeft te kijken. Wat als de ander het bij het juiste eind heeft? Wat als dat nou het geval is? Als je snapt dat je één bent, dan zijn er geen regels nodig voor gelijkwaardigheid. Weet je wat het nummer 1 excuus is om een relatie te verneuken? We hadden te weinig gemeenschappelijke interesses. Het is een lange relatie. Wat wil je nou met gemeenschappelijke interesse? Wat wil je nou? Die zijn alleen voor de eerste date. Dat je niet over boer zoekt vrouw of zo hoeft te lullen. Wat wil je nou doen 15 jaar lang met gemeenschappelijke interesse? Zit je daar 15 jaar lang thuis met z'n ik hou van Adele. Ja, ik ook. Ik vind ze een mooie stem hebben. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook een hele mooie vrouw qua uitstraling. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook zo knap dat ze aan alle jonge meiden laat zien in de wereld dat maatje 36 niet altijd ideaal is. Dat de volfiguur ook heel mooi is. Ja, dat vind ik ook. Ja, want ik ben zelf ook best wel dik. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar door Adele durf ik ook lekker dik te zijn. Ik vind het zo knap van Adele dat ze lekker trots is, dat ze lekker dik is. Vind ik zo goed dat ze lekker trots is, lekker dik is, lekker veel vreten, lekker veel zuipen, lekker ongelukkig zijn, lekker niet sporten en lekker beroemd zijn en lekker ongelukkig zijn en lekker meer zuipen. Dat vind ik zo knap. Adele is echt een sterke vrouw. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik ben Adele. Dankjewel Adele. Door jou ben ik ook een sterke vrouw, want ik ben dik en goor, net als jij. Ik ben dik en goor en ik ben Adele, want die is ook dik en goor. Dus ik ben Adele, ja. Alleen Adele is dik en goor en heeft 800 miljoen euro. Jij bent alleen dik en goor. Ja,
Maar we vinden toch hetzelfde. Ja, dat is mooi, hè? Ja, het is echt mooi dat we hetzelfde vinden. Ja, heel mooi. Hetzelfde, 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 hetzelfde. Wij zijn hetzelfde. Jij bent hetzelfde, ik ben hetzelfde, jij bent hetzelfde. Zullen we morgen gaan fietsen? Ja, we allebei een andere mountainbike? Nee. Hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Wij zijn hetzelfde. Hoi, wij horen bij elkaar. Hoi, hoi, hoi. Wij zijn hetzelfde. Wij zijn acht. Wij zijn acht. Wij zijn acht. Wij kunnen alleen dingen oplossen die geen probleem zijn. En anders gaan we meteen uit elkaar. En als we uit elkaar gaan, gaan we tegen onze vrienden alle dingen zeggen die we eigenlijk tegen elkaar hadden moeten zeggen. En dan begrijpen we niet zo goed van elkaar dat we toch uit elkaar gegaan zijn. We zijn hetzelfde. We zijn hetzelfde. Hetzelfde. Wij horen bij elkaar. Wij horen eigenlijk een vieze oude muffin onder de bank. Wil je lekker? Ja, ik ook. Ja, dat dacht ik wel. Ha, ha, ha. Hetzelfde, hè? Ja. Zullen we een film kijken? Ja. Welke? Ja. Notting, Notting Hill, Hill, ja. Die vind ik mooi, die snap ik. Dan zijn ze eerst heel anders en daarna hetzelfde. De ene is heel normaal, de ander rijk en beroemd. En ik ben normaal, alles is mogelijk voor mij. Ik ben zo'n mooie film, zo'n Maui. Maui, Maui, Maui. M-O-O-I-E-J-I-E-B. Maui hier weer. Nog een seizoen in een parkie, in het maanlicht. Oh, dan zie ik dat. En dan denk ik bij mezelf. What a wonderful world! Snap je? Het is gewoon een raar gesprek. Tenminste. Hoor je dat, Roemer? Alle kutjes gaan weer open. Het is wel een gesprek, maar het is niet een gesprek voor mensen die ook echt verder moeten met elkaar. Weet je wat een gesprek is voor mensen die verder moeten met elkaar? Hé, Daan, zullen we met vakantie? Nee, waarom niet? Geen zin in. Oh, waarom niet? Geen zin in. Ja, maar jij hebt zo hard gewerkt. Ja, zeker, maar jij niet. Ja, maar we kunnen toch naar Frankrijk. Ik wil niet naar Frankrijk. Wat wil je doen in Frankrijk? Ik wil naar het strand. Daan, nee, ik wil niet naar het strand. Ah, Daan, is leuk voor ons kind. Ja, maar ik wil niet naar het strand. Waarom wil je niet naar het strand? Gewoon niet leuk. Ja, Daan, even serieus, waarom wil je niet naar het strand? Omdat allemaal jonge wijven in bikini rondlopen. Even geen zin in. Ja, maar vind ik het leuk? Ja, vind ik hartstikke leuk. Maar ja, die doen mij veel te hard denken aan het prachtige leven dat ik zonder jullie twee gehad had. En ik heb nou een zekere leeftijd. Ik vind het gewoon triest om dan tegen jou van, Jezus, zij is echt ordinair. Jezus, echt ordinair. Ik ben blij dat we onze dochter anders opvoeden. Nou, ik ga even brood halen in het hotel. Ik doe dat gewoon niet meer. Vind ik gewoon niet relaxed. Gewoon haastige aftrek en jonge gast me net niet op de kop tikken. Ik doe dat gewoon niet meer. En dan de mediterrane hitte weer in met je warme hoofd. Ik vind het gewoon niet relaxed. Dan moet je ook nog brood halen natuurlijk, want dan had je beloofd. En dan zo met je zaadfikken dat brood aan je kind geven. En dat je kind dan brood eet met een heel klein beetje zaad erop. Ik doe dat niet meer. Ik doe dat niet meer. Been there, done that. Ik doe het gewoon niet meer. Wat nou? En weer alle jonge vaders, we hebben allemaal, geef toe, we hebben allemaal toch eens een keertje wel een keer iets aan je kind gegeven met een beetje zaad erop en dat je kind erop. Toch? Nee? Nou, dan ik ook niet. Ja, maar vind je me nog leuk? Ja, ik vind je nog leuk. Vind je me nog mooi? Ja, ik vind je nog mooi. Vind je me nog aantrekkelijk? Ja, soms. Maar wanneer dan? Ja, gewoon als ik gezopen heb. Maar hoezo? Word je dan geil? Nee, dan word ik niet geil. Maar dan heb ik gewoon, weet ik veel, dan zijn we vaak ergens. En dan, weet ik veel, dan is het gewoon, is de sfeer een beetje losbandig. En dan kijken mannen naar jou en dan zie ik jou door hun ogen. En dan denk ik, Jezus, wat heb ik toch een mooie vrouw. En wat raar dat je dat vergeet. Ook gezien het feit dat ik ook heel vaak denk, jeetje, wat raar dat ik haar überhaupt gekregen heb. Wat raar dat ik haar bij mij weten te houden. Het is raar dat je vergeet hoe mooi iemand is, terwijl je ook denkt, ja maar, dat je je onwaardig voelt, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje raar geformuleerd misschien. Maar ja, 15 jaar is ook heel lang, hè. Zo heeft de natuur het ook nooit bedoeld. De natuur denkt ook van, ja ga jij nou echt voor altijd bij, jij die voortkomt uit mij, ga jij nou tegen mij in? De natuur, dat maakt dat je op een gegeven moment, dat zij naar beneden komt en dat je haar ziet en dat je hart denkt, yes, maar dat je piemel, die denkt dan van, oh god, heb je haar weer. Of nog erger, heb je weer haar. Geloof me, dat boeit na 15 jaar ook al niet meer.
Ja, dit kennen alle mannen. Je kent de kut van je vrouw, die ken je zo ongelooflijk goed na een paar jaar. De kut van je vrouw, die ken je zo door en door en door goed. Die ken je zo, toch? De kut van je vrouw ken je zo goed. Dit was het. Bedankt, hè. Ja, wat moet ik zeggen? Ik ken de kut van mijn vrouw beter dan ik haar ken. Wat, geef ik toe, absurd is. Want ik ken haar een uur langer. Maar blijkbaar werkt het zo. Ja, nu er is geen goede manier om dit te zeggen. Ik zeg alleen, we zijn gemaakt om anders te zijn.